Iedereen van harte welkom hier vandaag in het Rijnaldahuis. We zijn ontzettend blij dat iedereen in zo'n grote getal is gekomen. Heel bijzonder. Ik wil heel graag het woord geven aan Renske Leijten. Tweede Kamerlid SP Zorg en Welzijn. En een beetje sport, maar dat noemen we hier niet. Renske. Mij is gevraagd om hier vandaag ook iets te vertellen over politieke dementie. Je zou willen dat er in de politiek wat minder vergeetachtigheid zou zijn. Toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik natuurlijk denken aan het Delta-plan dementie. Dit kabinet maakt meer dan 30 miljoen vrij om onderzoek naar geneesmiddelen, om dementie te voorkomen, of als je het hebt, te remmen. Maar ook om zorg te verbeteren en voor sociale innovaties, zoals dat heet. Want we weten dat 70% van de mensen die dementie heeft, thuis woont. En dat de mantelzorg die voor zorg over het algemeen overbelast is. En met sociale innovaties hopen ze dan de mantelzorg te ontlasten en degene thuis te laten wonen, want opname in een verzorging of verpleeghuis is veel te duur. En het is natuurlijk mooi dat we daar 30 miljoen voor vrijmaken, maar het staat wel in schril contrast tussen wat allemaal wegvalt naast de bezuinigingen die we nu zien op de thuiszorg en juist op welzijn. En dat noem ik soms de vergeetachtigheid in de politiek. De sociale innovatie die we de laatste keren hebben gezien als het ging over dementie, dan ging het over drankjes die je kunt drinken, die zou dan de dementie remmen. Die zijn van Nutritia. Ik kan u zeggen, ze zijn niet echt lekker, maar ze helpen ook niet. Jullie hebben dit boek gemaakt. Dat is niet tot stand gekomen met 32,5 miljoen uit het Deltaplan dementie. Nee. Dat gaat naar veel geneesmiddelenfabrikanten om geneesmiddelen te fabriceren. Jullie hebben dit zelf gecrowdfund, zoals dat tegenwoordig ja. heet. Dat is een sociale innovatie waar de minister een petje voor af zou moeten nemen. Maar jullie hebben dat niet met z'n tweeën alleen gedaan. Of jullie hebben het boek met z'n tweeën alleen gedaan. Maar het wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek, maar ook door het Rijnaldahuis. Ik zou graag naar Tinka en Marjolein willen vragen om even te komen. Wat ga jij doen met dit boek? Ik verwacht dat vrijwilligers, mantelzorgers, maar vooral toch ook medewerkers daar een geweldige handreiking vinden om in gesprek te blijven met onze bewoners. Tien boeken voor het Rijnaldahuis, dus 10 boeken voor de bibliotheek. Ja. Met natuurlijk als doel. Kijk. Gebruikt wordt, leidt tot heel veel contact. En ik hoop ook dat er een zomerboek, een herfstboek en een winterboek komt. We gaan nu soep eten en het boek ervaren met elkaar. Het officiële gedeelte is afgelopen, maar een hartelijk applaus voor Erika en Ellen. En waren jullie dan met veel mensen dat je ook veel moest ophangen? Was moest ophangen? Nou, in de Tempelierstraat heb ik daar gewoond. En nou, dat was ook tamelijk veel hoor. Ja. En toen waren de kinderen ook nog thuis natuurlijk. Een kinderbrenger? Maar hoe doet hij dat dan? Met zijn snavel. Met zijn snavel? Hoe heet die vogel dan? Vlaamse gaai, brengen die kinderen? Van mensen die vervolgen, neem ik mijn eigen pak mee. Lekker, lekker hoor, ja hoor, heel lekker. Heb je nog contact gemaakt? Ja, we hebben het over de was ophangen gehad. Ja, de was ophangen. De moestuin, even zelf.